Dag dames en heren. Het zonnige zomerweer is omgeslagen naar een veel broeieriger weertype. Met soms flinke buien. Af en toe Amerikaans aandoende wolkenluchten. Bij de 30-daagse gaan we kijken of we dat de komende tijd vaker gaan zien in Nederland. Op de weerkaart voor deze laatste volle juniweek zien we twee belangrijke spelers: hoge druk boven het noorden van Europa, Noordwest-Rusland, delen van Scandinavië. Ook op de Atlantische Oceaan is de luchtdruk duidelijk hoger. En tussen beide hoge drukgebieden in ligt een lage drukgebied gevangen in onze omgeving. Het levert niet het mooiste weer op, maar het is wel een geblokkeerd weersysteem, waarbij warmte op het Europese vasteland is terug te vinden. Koele lucht op de oceaan weet af en toe ook richting onze omgeving door te dringen. Vooral later in deze week is dat het geval. En op de scheiding tussen twee luchtsoorten, koele en warme lucht, daar komen regen en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat hebben we al gezien en dat gaan we ook de komende dagen nog wel af en toe zien dat er buien over ons land trekken. Want deze periode lijkt duidelijk natter weer op te leveren dan normaal. Een deel van deze neerslag is al de afgelopen dagen gevallen in de vorm van felle onweersbuien. Het lijkt erop dat in de loop van de week de koelere lucht wel bezit neemt van onze omgeving. En dat het maximum wat neerslag betreft wat verder naar het oosten schuift. Want dan komt daar de grens te liggen met de koele en warme lucht. Maar her en der valt dus duidelijk meer neerslag dan gebruikelijk in deze periode in het westen van Europa. Er gaat wel wat verandering in komen. Overigens zien we dat het ook erg warm is, natuurlijk, vooral hier in het noordoosten. Maar koeler is het dus in Spanje, Portugal, delen van Frankrijk en ook op de Britse eilanden, maar daar gaat dus verandering in komen. We zien dat het hoge drukgebied boven het noorden van Europa ook tijdens de maandwisseling nog wel aanwezig is, maar minder overtuigend en de lage drukzone in onze omgeving die verdwijnt. We zien zelfs wat meer afwijking in de luchtdruk ten zuiden van ons en daarmee is de kans groot dat de wind af en toe weer vanaf het continent gaat waaien en dat die warmte die zich daar bevindt ook weet uit te breiden weer tot de Benelux. In eerste instantie is dat niet het geval. Want na een paar warme dagen, ook nog bijvoorbeeld deze zondag, zien we dat begin volgende week de temperaturen omlaag gaan. En later in de week zijn er misschien wel eens een paar dagen waarbij de maximumtemperatuur onder de 20 graden blijft steken. Maar dan, richting de maandwisseling, zien we toch wel weer wat herstel. Sterker nog, er zijn zelfs uitschieters die richting de 30 graden gaan. In dat geval kiest de wind dus weer een meer oostelijke richting op. We zagen het al een beetje terug in de kaarten. Kijken we dan naar de maandwissel, dan zien we dat in ieder geval grote delen van Europa... met warmer weer te maken hebben dan gebruikelijk. En die warmte kan ook regelmatig zich uitspreiden tot over onze omgeving. Een afwijking van zo'n 1 à 2 graden in de plus. De koele lucht die zit op de oceaan en zal ons echt wel een keer bereiken. Maar het merendeel van de ensembleberekeningen laat dus een afwijking in de plus zien. 1 à 2 graden is dat. Dat zal in de loop van juli wel wat minder worden. En dat heeft ermee te maken dat er een hoge drukgebied of meer hoge drukgebieden zich ten westen van ons willen nestelen. Regenstoringen blijven daardoor op afstand of komen slechts in verzwakte vorm over. Maar met een wind die wat vaker de west- of noordwesthoek opzoekt, ja, zul je zien dat die warmte boven het continent wat minder gemakkelijk weet door te dringen tot de lage landen. Wat levert dat op? Zoals gezegd, de eerste week waar we naar kijken is dus duidelijk natter door die onweersbuien. De temperatuur ligt in ieder geval aan het begin van die week nog wel boven normaal, maar later neigt die naar normaal. Dat herstelt heel snel. We krijgen een periode met duidelijk warmer weer. Vrij normale neerslaghoeveelheden, dus er valt wel af en toe een bui. En in de laatste week zijn er zelfs signalen dat het net iets droger dan normaal wordt. Warm zomerweer dus, regelmatig. En ja, daar zal vast ook wel een keer een forse regen- en onweersbui tussendoor fietsen. Tot volgende keer.